heb een bloedje warm hier. Hoi en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb echt een heel leuke video nu vandaag voor jullie. In samenwerking met Xenos mocht ik iets veranderen in mijn kamer. En dan mag ik mijn plekje maken. Nou, zoals jullie misschien al een beetje weten, gaat mijn vader verhuizen en is hij een huis aan het bouwen. En dit hier wordt mijn kamer. Jullie gaan het straks zien. En Xenos heeft gevraagd of ik dus een plekje wilde maken en echt eigen wil maken. Nou, deze kamer is zoals je kan zien nog helemaal leeg. Er staat nog niks en moet nog geschilderd worden en zo. Maar dat komt allemaal later. Dus ik ben samen met mijn vader naar de Xenos gegaan. En wat echt niet kan ontbreken straks in mijn nieuwe kamer is een theehoekje en koffiehoekje. Hoe noemde je dat ook alweer? Pantry. Een pantry. Een pantry. Dus dat is waarvoor we zijn gegaan en we zijn net naar de Xenos geweest. En het is nu tijd om het heel mooi in te richten. Ik ga jullie nu eerst een before laten zien hoe het hier uitziet. En dan gaan we het koffie- en theehoekje maken. Daar zijn we. Nou, zoals je kan zien is het hier nog druk bezig met de bouw. Het is ook een beetje luidruchtig, maar daar kunnen we helaas nog niks aan doen. Hier komt de trap en hier kom je straks binnen in mijn kamer. Dit is zeg maar een soort van huisje aan het huis vast. Maar goed, later hierover meer. Hier kom je dan binnen. En dit is de kamer. Nou, dit moet allemaal nog geschilderd worden en zo. Hier komt een douche. Hier komt het eetgedeelte. Hier komt de woonkamer zo. Daar komt het koffiehoekje. En hierboven komt een trap met het bed. Dus ja, dit wordt nog allemaal geschilderd, mooi gemaakt. Maar ik vind het nu al echt super tof. Dus we gaan focussen op dit hoekje hier. En ja, dit is nog de before en we gaan het nu lekker inrichten. Ik ga nu eerst aan jullie alles laten zien wat ik heb gekocht met de prijzen. En wacht zeker even tot het einde van de video, want ik heb nog een super leuke winactie voor jullie. Maar dat vertel ik pas aan het einde van de video. Het is tijd om te laten zien wat ik heb gekocht en daarna om het in te richten. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Nou, het belangrijkste is dus de kast waar ons koffiehoekje helemaal op gemaakt wordt. En deze past helemaal in de stijl, want de stijl wordt een beetje dit strandachtig bohemian iets met industrieel en groen. Nou, en deze is dus heel toevallig in de korting. Hij was 80 euro en nu voor 40. En dan heb je dus zo'n mooie stalen kast met houten planken. Dus hier ben ik echt mega blij mee. Uiteindelijk wordt alles nog geschilderd en zo en wit, maar het gaat even om het idee. Ik heb toevallig ook nog wat spulletjes van de ABC Challenge. Mocht je die video willen zien, zal ik hem hierboven even linken. Die ga ik vandaag ook gebruiken. Ik ga nu laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Oké, als allereerst deze super toffe plant. Ja, je ziet het al. Hij komt niet op beeld. Hij is echt vet groot. Hij heeft gewoon een mooie pot, maar die verberg ik straks. En verder is hij gewoon super groot. Het lijkt een beetje op een bananenplant, maar eigenlijk ook weer niet. Want hij heeft van die palm... ja, bladeren. Deze is €39,95. En ja, dit kan echt niet ontbreken in dit hok. In mijn kamer, in dit hok. Nou, nu we toch bezig zijn met de planten, heb ik nog twee van deze plantjes. Dit zijn een beetje... wat lach je? Twee van die hangplantjes. En dit is heel erg leuk, denk ik, in de kast. Dan iets voor boven op de kast straks. Deze super grote spiegel. Dit is dus echt precies het steltje wat we hier willen toevoegen. Dat industriële dus van die kast. En dan met dat hout en dat strandachtige vibes met deze grote spiegel. Een marmeren plank. Deze vind ik ook echt super tof. Het is dus een veerplank en hij heeft hier nog zo'n beetje een leerachtig handvat. Wat ook weer heel erg mooi is bij het industriële. En hier kunnen straks de espresso kopjes en alles op. Dan nog mega veel borden. Nou, en deze hebben allemaal een mooie aardetint qua kleur. Hier wat bruin. En nog wat witte. En wat ik heel erg mooi vind is dat een zwart randje hebben. En dat heb ik overal in elk servies doorgevoerd. Dus dat past gewoon allemaal als één mooi geheel. En dan nog twee grote witte borden. Want ook hier moet ik straks eten. Ik kan natuurlijk ook gewoon straks bij papa in huis eten. Maar het is ook leuk om hier mijn eten te maken. Dus dan kan ik dat op deze grote borden leggen. Dan nog heel veel soorten espresso cupjes. Allerlei verschillende soorten en smaken. En die past perfect.
in deze houder. Dit is weer zo'n mooie industriële houder. En daar passen die cupjes gewoon perfect in. En dit is natuurlijk helemaal leuk voor op de tafel bij het koffiehoekje. Dit kan niet ontbreken. Dus ook dit staat erbij. Dan heb ik echt miljoenen soorten thee. Ik heb er nog veel meer. Ik heb groene thee, ik heb kaneelthee, echt van allerlei soorten. En dit past ook bij het koffie- en theehoekje. Dan nog deze kaars. Dit is een gouden panter. Die vind ik ook echt helemaal geweldig. Dan nog twee leuke vaasjes. En dit is dat beige-achtige kleur. Wat weer heel erg leuk komt bij de bamboe en zo. Dus dit is van dat aardetint. Super mooi. En hij is ook niet perfect. Wat ik juist heel erg mooi vind. Dan nog mijn favoriete geurkazen. Dat is deze. Je hebt hem ook in een merkje met bloem. Deze. Maar dit is met de giraf. Dan nog allemaal soorten glazen. Deze met dat kristal. Dat vind ik echt super mooi. En nog veel meer glazen. Dit hebben we ook nodig voor het drinkhoekje. Dan misschien nog wel het belangrijkste. Deze espresso kopjes. Dit vind ik weer helemaal geweldig. Want hij heeft een zwart randje aan de bovenkant. En weer van die aardekleurige tinten. Voor de koffie om het door te roeren heb je natuurlijk lepels nodig. En toen kwam ik deze gouden lepels tegen. Ze zijn wel een beetje aan de grote kant voor de koffie of thee. Maar ze zijn echt geweldig. Dus ik kon ze niet laten liggen. Dan nog een witte theepot. Ook super mooi met een zwart randje. Wat weer helemaal bij de rest past. Dan heb ik hier nog kommetjes. En deze kommetjes hebben ook weer zo'n zwart randje. En die passen weer bij de espresso kopjes. Dan nog chocola. Verkade Bites Caramel. Dit past helemaal leuk in een kommetje. En als je koffie wil drinken of thee, dan moet er wel wat lekkers bij. Dus deze chocolaatjes. Wat me opviel is dat Xenos heel veel lekkere dingen ook heeft. En zo ook deze koffietoppings. Nou, dit zijn echt van die, ja, toppings dus. Met allerlei verschillende soorten smaken. Je hebt cinnamon, dat is kaneel, amaretto, pepermunt en vanille. Nou, dit moet toch door je koffie heen. Dus dit past ook helemaal bij het koffiehoekje. Ik ben hier helemaal content mee. En ze hebben dus heel veel van dezelfde soorten. Dus die kommetjes heb ik ook weer in deze bekers, mokken gevonden. En hier kun je dus echt vet veel koffie in drinken. Wat ik echt geweldig vind. En deze past dus bij die kommetjes, maar ook weer bij die espresso kopjes. Dus het maakt allemaal mooi één geheel. En dan heb ik nog kaarsjes, want dat komt altijd van pas. Dat is wat ik heb gekocht. En dan is het nu tijd voor de grand finale. We gaan het lekker inrichten. Dus ik heb er helemaal zin in. Nou, ik heb hier de Nespresso koffiezetapparaat. En heel toevallig hebben we hier ook een, hoe heet dit? Stopcontact. Ik kom even niet op de naam. Dus die snoer gaan we nog lekker wegwerken. En dan gaan we hem nu lekker inrichten. Nou, deze heb ik nog van de vorige Xenos ABC Challenge. Dus die leg ik hier neer. En deze geweldige plant, die gaat hierin. Dit is ook nog een plate. Die heb ik ook van Xenos, vorige ABC Challenge. Die kun je gewoon bij Xenos krijgen. Met een gouden giraf. Dit is toch helemaal prachtig. Kijk nou, ons koffiehoekje. Alles is dus van Xenos wat je hier ziet. Echt alles. Ook die onderzetters. En ik ga er nu op detail in. Sorry voor mijn bezweet hoofd.
Het is hier echt heel erg warm. Maar ik ben echt mega blij met het eindresultaat. Echt, ik kan niet wachten tot alles hier ingericht is en helemaal dat steltje is. Nou, ik mag dus een giftcard ter waarde van 75 euro weggeven aan een van jullie van de Xenos. Dus wat moet je daarvoor doen? Als eerst moet je Xenos op YouTube volgen en mij ook op YouTube. Stap 2 is laat een leuke reactie achter hier onder de video met waarom jij deze giftcard zou willen winnen. En de laatste stap, laat nog even jouw Instagram naam of jouw e-mail achter, zodat ik jou een mailtje kan sturen of Xenos met wie de gelukkige is. Dus doe zeker mee met de winactie. Ik zou de stappen even onder in deze video zetten, dan kun je het nog even rustig doorkijken. Nou, ik ben echt super blij met het eindresultaat. Echt, ik kan niet wachten dus tot alles één geheel is. Echt super bedankt Xenos dat ik dit mocht doen. Ja, doe zeker mee met de winactie. Ben jij benieuwd naar hoe de rest van dit huis van mij, of naar huis, mijn kamer wordt en hoe het huis van mijn vader en alles wordt? Abonneer dan zeker even op mijn kanaal. Ik heb namelijk een serie qua verhuisvlogs en hoe we dat allemaal gaan doen. Dit is deel 1, maar deel 2 en 3 en 4 en weet ik veel allemaal komen er nog aan. Dus ben jij benieuwd hoe dit gaat worden, mijn stekkie? Abonneer je dus, want de rest komt er nog allemaal aan. Het eindresultaat en zo. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jij deze video leuk vond. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei doei!